Jongens, jongens, jongens. Wat leuk dat jullie weer naar een nieuwe video kijken. Nou, zoals iedereen weet, sneeuwt het vandaag, ligt er sneeuw. Ik ben in de schuur komen staan, want gezwaait in mijn oog. Het is goed dat ik mijn wimpers niet heb gezet vandaag, maar goed. Niet te liken en te abonneren. Ik hou helemaal niet van sneeuw hoor. Maar ze vinden het leuk, dus we moeten naar buiten. Met je Katie! Ga je het op mama gooien? Ik ga naar binnen. Oké, niet doen meer, want ik heb die camera. Nu droog maken. Oh, help. Dit is volgens mij de gras, hè? Is het niet zwaar als je het trekt? Mama, ik ga. Ja. Papa komt zo, hij heeft zijn kleren al aan. Mama! Ja. Ik kan niet deze opeten. Nee, je moet het niet. Nee, niet doen, Indy. Niet opeten. Ik vind het lekker zo. Nee. Moet je mama duwen? Nee, dat hoeft niet. Dat is voor vuurwerk. Ah. Is te groot, toch? Dat gaat niet, meisje. Maar het hart is wel. Oké, nou pak maar dan. Je kan niet met de step, meisje. Hoi. Nee, nee, nee. Ik ga kwaad worden. Jezus. Maar waarom pak je het dan? Indy. Kijk mama, je kijkt nu wat je doet. Kijk wat je doet. Die touw moet langer, man. Ja, die touw moet langer. Jij hebt toch een stuk touw in de auto? Indy! Hé, hey Maxi, ik vind het toch leuk sneeuw? Waar sta je weg zo? De handen zijn koud. Ik zit op die berg, zegt ze. Ja, ga dan. Ja, maar het is gevaarlijk met de auto. Nee. Nee toch, Max? Daar scheppen. Dat het bloed heet. Indy, Rousie! Ja, vraag aan je vader. Kijk, Indy probeert het ook zelf. Zo, Indy, laat wel een beer. Dit is echt heel eng, Aisha. Ja, wacht even. Is het moeilijk om naar boven te komen? Aisha, kijk wat je doet met dat sneeuw gooien. Je gooit het zo in het gezicht. Doe maar niet. Ja, ga met papa mee dan, Max. Ben je bang? Nee. Ja. Wacht even, laat me op. Hou Indy goed zo, goed vast. Hey, houd het vast, houd het rode vast. En laat het niet los. Hey, hey. Waarom is het binnen, Alex? Lid Hubby. Ze wil niet, ze heeft het koud. Ga naar binnen hoor. We gaan weer naar buiten hoor. We zijn even naar binnen gegaan. De kids waren er al heel snel klaar mee. Of tenminste, Indy Rosie vond het wel leuk, maar... Mexike die was... Ja, Mexike was er heel snel klaar mee. En Indy en Eke die ging keihard huilen toen ze binnenkwam. Niet normaal. Keihard huilen gewoon. Van de pijn. Maar nu zijn ze dus weer buiten in de tuin. Want ze gaan een sneeuwpop maken. Het is zo'n gedoe met die kou. Ik wist dat ze zouden gaan huilen. Want ja, we hebben natuurlijk geen wanten. En die kan je ook niet bestellen. Want dan komt het toch niet op tijd.
Ik heb het nu toch maar gedaan. In de hoop dat het ja, dinsdag er is. Oké, ik kom wel helpen. Oh, ik wou net zeggen, hou jij dit vast, maar dat gaat dus niet. Wat? Een poppendrol. 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 Wat is dat? Een poppendrol bedoelt ze. Kappelt. Het lijkt alsof ik bij Inui ben. Nou, niemand heeft plezier hoor. Het is hier een hele saaie boel. Hier buiten. Iedereen kijkt chagrijnig. Ja. Ja, ik praat. Dat komt. Wat ben jij aan het doen? Dus ik ben een persoon. Het is nou wat een mooi. Gezellig. Wat? Naar binnen gaan, want ik kan je niet tegen. Dit is vervelend. En we vonden het echt heel leuk. Maar nou. Wel echt koude sneeuw. Vond jij het wel echt heel leuk, Mexiké? Ja. Want je ging snel weer naar binnen. Ik vind het ook zo leuk. Ja, jij vond het wel ik heel leuk. Heel leuk. Ja. Ja? Jij ging lekker in de sneeuw liggen. Ja. Toch? Een sneeuwengel ging ze maken. Oh, ze ging een sneeuwengel maken. Waar heb je dat gezien in die Rosie? Kailou. Oh, bij Kailou. Het is niet. Het filmpje heet niet Kailou. Ja. Het filmpje heet Kailou. Oh. Maar die jongen heet zelf Kailou. Oh. Ik snap het helemaal. Ja, we zijn weer binnen. Ik moest helpen met de sneeuwpop, maar dat is niet echt gelukt. Wow. Kijk uit, meisje. Wow. Hoe is het normaal? Hier, sneeuwpop. Die ziet er niet uit. Of vinden jullie hem wel mooi? Hebben we ons best gedaan? Ja, we vinden het heel leuk. Nou, dit is de sneeuwpop. Wat een zielig ding. Is dus de sneeuwpop. Nou. Dan gaan we nog mama zijn haar opzetten. Oh, hij moet nog haar op. Oh shit, sneeuw komt naar binnen. Oeh. Ja, de sneeuwpop is dus een meisje volgens Indie Rosie. En ze wil nog haren maken en weet ik wat allemaal. Het is koud. Ik heb geen wanten en mijn vingers werden. Ik moest het met mijn handen doen, want ja. Ze willen natuurlijk een sneeuwpop. Helemaal niet naar wens, want ik wou twee grote mooie bollen op elkaar. Is dus niet gelukt. En dan had je die Eke die weer aan het janken was. Die is nu toch weer naar buiten gegaan met de vriendin. En dus, ja. Hey, hey. Vandaag is het 10 februari. En Jos is jarig. Hij is 29 geworden. En hij doet alsof hij heel jong is. En zit maar de hele dag te zeggen dat ik zo oud ben. En weet ik veel wat allemaal. Hij is dus jarig vandaag. We gaan weer helemaal niks doen. Want ja, we kunnen niks doen. Avondklok. Mijn moeder die komt zo. Zijn moeder komt ook even langs. En dan, ja, is het gewoon thuis blijven. Jongens, die sneeuw, het moet weg. Het is glad. Het moet weg. Ik ben er zo klaar mee. Het is helemaal niks. In de tuin begint het al een beetje te smelten. Hier zo begint het al een beetje te smelten. Dus de zon mag wel de hele dag blijven schijnen. Dus ja, het is woensdag, halve dag. Ik ga zo de kids ophalen. Zo, hoe laat is het eigenlijk? 12 uur. Met de slee hoor. Ze willen dat ik met die slee kom. Dat gaan we doen. Oh ja, nog even een cadeautje ophalen. Niks bijzonders, want we kunnen natuurlijk niet shoppen. Gewoon een parfum. Een gift set. En ja, dat was het. Nou, mijn zusje die komt zo. Ze
Ze komt versiering zoeken voor de verjaardag. Ah, hallo. Goedemiddag. Het is koud. Ja, het is koud, hè? Is niet normaal. Dit. Ja. Dan kijk wat is gebeurd. Wat? Erg, hè? Maar hoe? Ja, luister. Nee. Hoe dit is gebeurd. Want deze jas is heel dik, dus dit kan niet zomaar gebeuren. Dit is niet wat zomaar gewoon... Nee. Luister, ik kan je vertellen, je gaat het ook niet... Luister. Kom door die buggy. Hoe dan? Nee. Ik hang maar met dat rot ding. Maar hoe met je oksel? Ik weet het niet. Drink dat. Gelijk. Jij gaat in het hok duiken. Jij gaat dadelijk kijken. Mijn zusje die kijken voor de versiering. Ik heb alleen gouden ballonnen voor haar gepakt. Al mijn versiering is in dozen. Ja, ik ga echt niet daarin. Ja, want ik ga echt niks bestellen. We bestellen helemaal zat. De winkels moeten weer open. Maar soms, nee, maar soms komt het op tijd. Nee, niks komt op tijd bij mij. Want altijd zijn dingen te laat. En ik wil geen extra verzendkosten betalen. Ik heb geen geld. Ik wil al uitbetaald. Dat kost op meer. 23 euro. Hoe dan, jeetje? Ik maak ook niet veel gewerkt. 23 euro is je verdiend met werk. Jeetje. 23 euro. Maar... Oh nee, 25. Vandaag heb je gewerkt. Is er nog niet zoveel werk? Jawel, maar... Is het lekker? Ja, dat wel. Ja? Dat wel. Kip. Ik ben ook heel erg kwaad op die mensen van HTM. Ik ga ze uitschelden. Kwaad op die mensen. Luister, HTM als je... HTM. HTM. Ik heb een studenten-OV, toch? Ja. Omdat er zeg maar een vrouwtje kunnen laten halen. Omdat er een story was. Ja. Is er. Ik wil mijn 5 euro terug, mijn 6 euro. Want ik heb kinkgeld. Ze heeft geen geld. Daarom komt ze hier in de doos shoppen. Juist. Om te kijken voor versiering. Juist. Dat is wat ze komt doen. Juist. En ze gaat zelf daarin. Juist. En vind ik ze eten? Ik heb honger. Nee, ik moet nog koken. Oh. Ja, ik was op jou aan het wachten. Mensen, ze heeft een top aan. Nee. Jawel. Ja, okay. Het vries. Ja, maar het is niet koud. Het was op school. Het is niet koud. Je komt net binnen, het is koud. Het is leg koud, me even maar uit. Op school is het niet koud. Ik doe het een beetje zo. Is een top. Ik heb een hemdje onder aanklet. Laat me dat zo. Maar ik, ja, zet het zomaar, want het is koud. Je bent een vriend. Juist. Ja, het is koud. Klets. Zo. Maar ik ben op schok. Maar luister, ik mag nooit flare pants dragen. En wat heeft mama? Dit is geen flare pants. Oké, okay, nou bij de pijpens. Bij de pijpens. Nee, want je droeg het elke dag. Elke dag. Ik wissel nog af met een spijkerbroek. Ze droeg het elke dag. Ik wil het niet. We gaan naar boven, Klets. Luister, ik heb dit gedaan naar Zeeman voor die kinderen. Ja. Oh. Je moet dat weghalen. Oh. Deze doos moet je even hier zetten. Je moet naar achter. Oh. Dat is de bedoeling. Oh ja, dit zijn die ballonnen, dus dit alleen. Oh, ja. Wacht even hoor. Ja, zet maar af. Ja. Ja, jeetje. Oh, dit is nodig. Ja, je snapt dat ik dit niet wou doen. Deze doos hiervoor moet ook weg. Dit. Ja. Dit is geen versiering. Even kijken hoor. Of kerst. Of niet? Ja, dat is ook Halloween. Halloween? Oké, ik wil nog vieren. Wat is dit? Oh, dat zijn die... Oh, oh ja, geef me deze tas. Ja, je begrijpt dat ik dit niet wou doen, toch? Ik heb mijn bed niet opgemaakt. Wat is dit? Dit is die doosjes voor die... Oké. Nee, die ook niet. Ja, je gaat niet zoveel ballonnen blazen, hè? Welke boog? Ik heb zo'n boog, weet je wat je om de tafel moet klemmen? Ja. Ja, hè? Helaas kan ik wel gebruiken. Ja, jij moet nog taart regelen, hoor. Ros? Ik ben dinsdag jarig, maar dan kunnen jullie gewoon komen en dan zaterdag vierkant met die vriendinnen. Ja, maar dus dan krijg ik geen taart, want nee, die taart is dan dus nee, met, als je met je vriendinnen bent. Nou, dat vind ik niet kunnen. Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik ga ook geen taart bestellen dan. Oh. Dus wat is er dinsdag dan voor mij? Als de koek voor oma. Oh, maar de koek is lekker hoor. Nee, maar ik wil ook. Maar oké, maar dan. Oké. Nee hoor.
nadenken. Maar dan is er wel eten. Dus wij zijn... ik weet niet. Hoe dan? Want het is na 3 uur. Die kinderen moeten dingen... Er is avondklok. Oh ja. Ja! Ik heb nog gewoon online les. Ik heb nog gewoon online les. Wow, mooie taart voor zaterdag eigenlijk, ja. Ja, dat kan ik doen. Dat kan ik doen. Dat kan ik doen. Ja. Maar... Ik ben maar een stuk. Ik ben... Is dat nou normaal? Nee, je mag zaterdag niet komen. Mag zaterdag niet komen. Ik dat je daar bent. Nee. Ja, want dan... Hoe dan? Dan ben ik... Maar waar, je hebt het nu over dinsdag. Ja, want je zegt, wij moeten dinsdag komen. Oké, ja. De kinderen zitten tot 3 uur op school. Ja. Maar na 3 uur... Ja, je kan wel komen na 3 uur, maar dan moet je wel weer om... Ja. Dan moet je om... ja, om, hoe laat moet je dan weg? 6 uur, 7 uur? Ja. Ja, 7 uur, 8 uur. 7 uur voordat iedereen is ingepakt en aangekleed. Ja. Jongens, avondklok. Wanneer ga ik? Ik kan eerder komen, ik ben gewoon thuis. Jij ja. Ja, die kinderen ja. Jij bent thuis. Dus kan je die kinderen niet eerder ophalen om 2 uur of zo? Ja, dat kan wel. Dat vind ik nou, als je een andere bus kijkt. Begin in het hok te gaan. Wat is dit allemaal? Ja, weet ik niet. Dat moet je kijken. Maar ga je dit meenemen? Dus die... Wacht even. Voor... Oké, kijk. Dus eigenlijk. Ah, mijn god! Ja, wat? Ik. Ik had een jurk vorig jaar gekocht. Ja. En die jurk is roze. Vind je dat leuk of niet? Het roze thema. Kijk, gouden ballonnen. Ja, misschien kunnen we goud en roze. Nou, maar, dit, kijk, ik heb hier doorzichtig zwart. Oh, dat is niet. Oh, dat zijn glazen. Ja, dat zijn allemaal kleden. Oh, kijk. Je hebt alles hier. Jeetje, ik heb alles daar. Nee hoor. Cijferballon. Ja, dit zijn ook ballonnen, maar ja, dit is ik niet je... ook zo'n foto... Dit is niet je dingen. Zo'n foto, hoe noem je dat? Backdrop. Ja, zo'n backdrop. Ja, ga je dat ding meenemen dan? Kijk, je kan deze vlaggen nemen. Ik wil geen Minnie Mouse, man. Jawel. Even nadenken, want eigenlijk wil ik gewoon... Maar aan welke kleur? Wat ga je doen? Het thema. Nee, die backdrop. Ja, roze of... Die roze. Ze heeft weer niks gepland, ze komt weer hier. Dat zijn 4 meisjes. Dat zijn 4 meisjes van school. Ja, en dan heb ik nog 2 andere, dan heb ik nog Kelly en Ikram. Maar ik weet niet of Kelly gaat komen, want ze is helemaal in Texel. Nou, scheten jongens. Krap, is ook lekker. Maar wie gaat dat allemaal maken? Ja, wie gaat dat maken? Nee. Maar gaat dat niet maken, nee. Krap. Wat wil ik? Is niet eens een groot feest en nu is het al helemaal al. Ja. Want sushi is zo. Ja, maar dat is wel leuk. Is wel leuk. Je maar kan die... toch een beetje dat en. Ja, een beetje sushi, een beetje. Een beetje, ja, een beetje. Pizza. Is ook leuk dat je gewoon een paar dus van die dozen kleine, bestelt. Ja, hapjes en zo. Misschien, ja, jullie staan maar met z'n vieren. Je kan 2 grote verschillende pizza's bestellen: sushi. En dan hebben jullie die taart. Nog iets van eten. Je kan dingen in de airfryer doen. Wat dat? Wat in de airfryer? Hapjes gewoon. Snacks. Nee? Ik weet niet wat ik wil. Ze weet nooit wat ze wil. Ze weet nooit wat ze wil met haar top. Min 20 buiten. Min 20. Maar ze draagt top. En boeket, hè? En boeket. Ja, kijk, wat is dat nou weer? Maar ga je die dingen nemen, die doeken? Wat zit er in die doos? Is het zo zwaar? Nee, dat is Mother Cowboy Party. Oh, mijn god. Oh ja, kijk, dit lint. Weet niet voor wat? Ik heb zoveel rollen lint. Laat me het even gelijk bij elkaar. Oh, kijk, wat is dit? Een cijfer. Ja, maar je bent geen 5 of 4. Oh. Welke cijfer is het? Oh, is het een... Wat is het? Een 2 of een 5? Kijk hoor. Een 5 volgens mij. Een 5. Ik is het een 5 geweest, man. Waarom staat er geen 18? Zo. Deze, is dat een 5? Waarom is het zo raar? Ik kan het voor die twins gebruiken. Oh nee. Is het een 2 of een... Het is een 5. Oh. Nee, dat hoort... Wat zit hierin? Tje, dat is Mader... Dat is... Nee, dat is Hollywood thema. Oh. Was van AK. Wat is dit? Tje, ik weet het niet. Het zijn cowboy ballonnen. Oh, maar dat is ook wel leuk. Nee, zijn gewoon door... Ach, mijn gunst. Maar wie heeft dit gekocht dan? Jij.
leuk. Happy birthday. En nu is gewoon happy birthday. Oh ja, laat me die ook nemen dan. Ga je aan elkaar, je moet de dingen zeggen. Oh ja, ja, dat doe ik wel. Haar stafelkleed. Nou, die heb je niet nodig. Ja, die zilveren kroontjes kan je nemen. Oh ja. Neem het. Jeetje, wat kan je ermee doen? Jongens, wat is dit allemaal? Ja, maar waar zijn die dingen? We moeten toch van die gouden dingetjes? Ja, zal wel ergens in die doos zijn. Maar wat op met dit rijgen? Weer een rollint. Ja, dat kan. Oh nee, kijk het hier, kijk het hier. Oh, toch bij mij. Kijk, zo. Volgens mij heb ik dit met jou gedaan. Wat is ik heb nog helemaal geen visie. Je neemt maar nu van alles. Wat is nu eigenlijk het plan? Dit is ook leuk. Oh, dat is blauw, hè? Ja, dat is leuk, is leuk. Kijk, komt er. Ja, super leuk. Ja. Oh ja, doe het. Hey. Wat is dat voor niet? Ik heb zoveel versierdingen. Ja, we moeten gewoon naar jou komen. Want ik ga. Dus ze hier. Ze wil niet bestellen, ze wil niet betalen. Ze komt gewoon hier in de doos graaien. Wat ramp. Oh ja, er zitten allemaal dozen in. Wat voor dozen? Geen versiering. Nee, geen versiering. Allemaal kleine dozen. Ja, daar zit. Je moet kijken wat daarin zit. Oh. Ja, jeetje. Ik heb zogenaamd alles geprobeerd te sorteren. Zogenaamd. Wat is het? Nee hoor, Shell. Allemaal verspullen, glitter dingen. Zien. Al deze dingen. Ja, dat is als je stickertjes leuk moet maken. Ik heb alles. Ik ging toch verven, die letters. Wacht even hoor. Hoe leuk. Ellen! Ellen, ik zit vast. Ik zit aan. Oh my god. Ruimte. Oké, okay, laat me kijken. Kijk. Dit nog weer. Ja, kijk, ballonnen, ja, ik heb ook alles. Oké. Zo, ik moet zelf ook kijken. Die is, nee, maar die vorm is vervelend als je het blijft. Wist je nog toen in Callisto, toen ik jarig was, we hadden helium erin gezet. Het was een beetje eivormig. Oh nee. Wat doe je, oh nee? Witte ballonnen, al die cowboy spullen en zo. Ja. Heel veel spullen, ja. Waarom is je die hoed op je? Ja, oké. Bewaar het weer mooi hoor. Was het mooi. Maar nog wat maar niet één. Ik weet het niet. Een gouden volgens mij. Die heeft ze zeker weggegooid trouwens. Ook nog. Oké, dit is hier zit allemaal versiering dus. Je moet het vouwen. En dit, hier neem je niks uit, hè? Ook weer ballonnen. Volgens mij zijn het altijd hartjes. Oh, geef me van zondag, Valentijnsdag. Ook dicht. Jezus. Nee hoor. Okay. Jeetje, wil je die hoed afzetten, die cowboy hoed? Nee, ik vind dat mooi. Je moet het opvouwen, heerlijk. Ja, je moet het opvouwen, velend hè. Nee, kijk, het is een grote en een kleine. Voor na de verjaardag toch, dat is roos gold thema. Oh ja. Moest ik het weer meenemen allemaal? Ja. Als tafelkleed. Ja. Oké, wat gaat maar doen? Ja, maar je wilt ook die backdrop, dus ik weet nu niet, want heb je een grote roze stof dan thuis voor die backdrop? Nee. Want anders moet je deze gebruiken, maar dan heb je geen tafelkleed. Ik ga echt niet doen hoor. Op je schouder! Maak kan het meenemen. Hey, kijk hoe leeg mijn voorraadkast is. Laat maar die fles maar net zo meer nemen. Nee, laat die fles maar. Maak niet zelf saus kopen. Maak heeft geen saus. Ga eten. Ja, mijn zusje heeft vanavond weer doen. Uitgezocht voor de B-day. Ja. Ik mag niet komen wanneer het gezellig is. Ik moet komen wanneer het saai is op de dinsdag. Juist. Met mijn kinderen. Juist. Je hebt toch al een outfit? Ja, maar ik wil niet die outfit twee keer dragen. Dus die, oh ja. Ja, die roze jurk draag ik zaterdag en dan... Dat andere? Eerst wil ik zelf een jurk maken, maar ga ik niet meer redden. Nee, jeetje, dat ga je niet meer redden. Ze maken kleren. Ga niet meer redden. Als de beste. Ik moet ook nog steeds die outfit dragen, hè. Ja. Ja hoor. Ga maar daar kijken. Oké, dus je hebt niks te eten? Ja, ik heb niks te eten. Ik ga nu die dingen in de... Geen tuk. Je bent toch, je pakt die airfryer uit de voorraadkast.
Pak die airfryer. Ja. Teruggezet in het hok. Ze is ready voor de B-day. Ieder jaar zegt mijn zusje, ik wil een feest, ik wil een feest. Dat zijn we dan ook elke keer van plan. Ja. Maar... Waarom moet ik dat zeggen? Ja, zet maar even daar. Ik ga het zo hier zetten. Mijn moeder die zei elke keer, ja, er kwam weer wat tussen of weet ik veel wat. En dus nu hadden we een huisfeest. 2 jaar geleden. Met dat lichtblauw. Mm-hmm. Ja, was hartstikke gezellig en zo. Toen zou het eigenlijk het groot feest zijn, maar... Ja, ging ook niet door. En nu is corona hier. Mhm. Maar dit jaar was het eigenlijk zaal, band, DJ, weet ik veel wat allemaal. Champagne bottles, wat ze niet drinkt. Maar ik heb dat soort dingen. Ik ben even vaat weg aan het zetten. Maar dat gaat dus ook niet door. Dus nu is het weer een saai etentje droog aan de tafel. Maar wel met pictures waar ik niet bij mag zijn. Maar ze komt wel mijn spullen hier halen. Ze komt mijn spullen halen. Wat erg, mensen. Wat eet je nou weer? Ik denk toch? Mm-hmm. Maar eigenlijk... Ja. Kan ik dinsdag dan die zwart-wit, die zwart-gouden versiering een beetje doen? Je gaat 2 keer versieren. Ja. Hoe staat er ook? Ja, dat was heel droog. Toen was corona net, hè? Ja. Dus misschien kan ik het wel een beetje met die zwart-witte... Dan neem ik die zwart-witte tafelkleed. Zo, nou. De worstjes zijn klaar. We gaan nu de burgers doen. Goed. Haar outfits aan het praten. En hij is ook in het donkerbruin. Oh ja, oh, dat is leuk. Oh shit. Ja, we moeten wel wat leuks doen. Ja, maar die avondklok fokt alles op. Ik heb daar toch geen zin in. Ik heb daar geen zin in. Nee, avondklok is echt vervelend. Ja, dat is echt vervelend. Hè? Heel vervelend, want... Ik was zomaar helemaal gestrest toen ik van werk af moest. Ja, maar je had ook die verklaring. Ja, ik had een verklaring, maar ik was nog steeds gestrest. Je was nog steeds gestrest. Echt irritant. Tot 2 maart. Dat gewoon gaan verlengen hoor. Tot de zomer. Tot na de zomer, denk ik eerlijk gezegd. Maar dat kunnen ze niet. We kunnen de zomer niet. Ja, maar ik denk dat ze misschien... Ja. Denk je dat ze ons gaan gunnen, jeetje? Ze wel. Denk het niet. Ik heb mijn zusje gevraagd wat ze wil hebben voor de verjaardag. Ja, gewoon geld. Grote mistake. Ja, gewoon geld. Ze wil geld. Ja, wat wil ik? Ik weet wat ik wil. Ik ben gewoon blij. Nee, hoeft niks. Het is corona. We kunnen geen dingen kopen. Ja, eigenlijk moet je nu bestellen. Een pak chocola. Juist. Kijk. Hoe kan je zo zijn? Kopen. Bestelt action niet. Nee, je kan online bestellen en dan moet je het bij die winkel gaan halen. Ja, niemand heeft tijd voor dat. Juist. Nee. Het is echt gewoon juist. Nee. Ik ben klaar met koken. We gaan nu even de kids halen. En dan gaan we eten. Weer die kou in, man. Oké, let's go. Het is koud. Ik kan het niet aan, jongens. Ja, dit wil ik ook voor mijn verjaardag. Een klein tasje. Een zwart, want ik heb het niet. Kijk, ik heb een verjaardagbroekje. Nee, nee. Het is koud. Ik heb ook een legging hieronder. Afuma legging. Ja, zie je? Oké. Want het is koud. Ja, het is koud. We gaan naar buiten, hoor. Je hebt geld. Nee, deze schoen moest ik kopen. Oh ja, want die, oh ja, van die sol. En dit is maar ze 40. Loopt schuin. Oh, oh. Want dit is maat 40. Ja, dat is groot, hè? Ik draag nooit maat 40. Nee. Maar die vrouw ging mijn voet opmeten en ze zegt, eigenlijk heb je maat 40. Ik zei, mevrouw, nee. Je hebt maat 40, jeetje, maar je wilt niet. Nee, zo, deze schoen is echt groot. Want als ik loop, mijn hoe gaat er soms uit. Ja, maar je hebt maat 40. Nee, ik heb... Oh, ik moet mijn schoen weer uitdoen. Komt weer naar binnen, gezeik. Je hebt maat 40. Nee. Dus ik moet hele dag deze schoen dragen met alles. Ik heb gewoon elastiek in mijn haar. Hele. Dus je moet elke dag deze schoen dragen. Maar ik loop wel echt een stuk rechter. Je ziet echt heel veel als ik gewoon kort ga lopen. Oh, de binnenkant van je voet. Ja. Want hoe kan dat? Kijk mijn gat, ik vind het zo erg. Geef me 100 euro, dan maak ik het. Jij
tekenen. Ja, ik zou maar vragen om te maken, maar jij kan... even, kijk. Jij kan het ook maken. Ja, want dit is vlieseline en zo volgens mij. Ja, doe je gewoon even een paar stiksels. Vlieseline. Kom. Maar ik... Nee, maar laat maar... Dat kan toch gewoon met naald en draad? Ja, maar ik weet niet hoe je met deze stof te werk moet gaan. Wat voor stof is het dan? Ja. Vacht. Je bent echt... Want dadelijk als het stikt is het lelijk, weet je. Dan is het zo... Je ziet het niet, man. Kijk al dat vacht. Maar ik snap het niet, want het is helemaal gescheurd. Door die buggy. En ik ging natuurlijk... Nee hoor. We gaan. Je hebt altijd... Heeft u patat gegeten? Nee, ik heb geen patat gegeten. We zijn weer thuis hoor, jongens. Maak die deur dicht. Hi jongens. Thuis. Hallo. Het is zo koud. Patat. En al had ik patat gegeten. Heb je geen extra slof? Nee, dat vroeg mama ook laatst. Ik heb niet. Nemen jullie je eigen slof mee wanneer jullie hier komen? Vervelend hoor. Echt vervelend. Nou. Ja, doe maar alles uit. Jeetje, het is mijn cadeau! Indy zegt het is van mij. Indy, is het van mama? Nee. Les! En ze dacht vandaag, deze kinderen willen altijd alles gelijk. Oké, keuken ligt aan. Daar, hier, anders. Oké, haal je bongeros weg. Ja, dat zie je wel, klets. Oh ja, waarom schuil je? Waarom schuil je? Maar dat is echt zo lekker. Want je bent al die koeken lekker. Nee, 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 maar Indy, je hoeft mij toch niet? Zo, mag ik eens kijken? Kom je langs de wasmachine? Oh, dat is lief. Oké, lang maar. Maak ook op mijn kamer. Oh. Handen wassen. Ja, vaak wel. Mijn goed. Jeetje, wat gebeurt weer daar? Krap me mijn hand niet. Nee, haal die stoel even weg. Ik zit aan tafel, maar ik ga eerst binnen voordat ik ga eten. Ik doe altijd twee gebedjes. Eentje van school en eentje nu gewoon thuis. Oké. Maar in de hemel, wij zitten rond de tafel en eten staat er klaar. Dank u dat vader en moeder zo goed voor ons zorgen. Zijn ons deze maaltijd en maak ons blij en vrienden verborgen. En in naam van vader gezegd, hij geeft amen. 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 Heer Jezus. Heer zegen deze spijzen dronken aan. Smaak op een maal. Eet smakelijk! Oh, oh, smakelijk! Eten! Oh. Smakelijk! Ik zie ook nog. Hey! Hey! Drink maar op! Eet smakelijk! Eet smakelijk! Ik weet niet meer hoe de liedje van school gaat. Oh. Hebben we geen dinges voor dit? Ja, laat me een dinges pakken. Lepel! We zijn klaar met eten. De kids hebben tante Jeetje mee naar boven gesleurd. Dus, oh shit. Ga even kijken wat boven gebeurt. Oh, Noord, ze hebben die deur dicht gemaakt hoor. Dat wil ik zien. Wat doen ze? Ik wil niet. Jongens. Ik moet die bedden nog verschonen. Daar staat hier hoor. Jeetje, dat is helemaal niet koud. Zo voelt jouw kamer. Ja, ik weet het, mijn kamer is echt koud. Zo, jouw kamer is echt koud. Mijn kamer is echt koud. Ja, Thijs. Auw, auw. Maar waarom kunnen jullie hier rustig spelen? Dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet normaal rustig spelen. We zijn rustig hier aan het spelen. Ja, maar een beetje veel kabaal. Jezus, nee. Kabaal. En ik van kabaal. Oké, okay, zijn jullie een mooi gebouw aan het maken? Ja. Ja, ik ben mijn mooi gebouw aan het maken. Ja. Nee, dus zo. Mama lijkt zo bij. Want morgen gaat het weer brutaal. Morgen is niks. Help. Morgen is Saturday. Ja, dan is iedereen thuis. Hef. Ik sta op. Ja. Nee, ik heb helemaal geen rust. Ik sta op. En maak. Oh. Ik heb dat graag dat ik de was uit de was mag doen. Ik heb een mooie kabaal gedaan. Wauw.
Tante Jeetje gaat zo naar huis, hè? Ja. Nee, Tante Jeetje moet hier blijven. Nee, ik kom de volgende keer. Nee. Maar ik moet even naar het tempo. Je moet niet weg. Je moet niet weg. Ja. Kijk hoe laat de tram komt. Weet je, vraag me niks. Hey, had je het goed? Hou je eten? Nee hoor. Heb je geen extra uks? Nee. Jij hebt toch twee paar? Ja, ik had ze eigenlijk moeten meenemen. Geef me één. Kijk wat je hebt gedaan. Oei. Zeg het daar maar in die roos. We bedoelen Mexico. Kijk wat je hebt gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Nee, want ze heeft dit laten knoeien. Tante Jeetje, ga mis je dat. In die roos, geef jij Tante Jeetje een brasa? Ook niet? Ik moet je gezicht doen, het snapt toch? Ga je Tante Jeetje een brasa geven? Doei! Ja. Oh, nou, sorry hoor, Jeetje. Laat je, ga je gebouw maken, dan gaat mama een foto sturen, dan stuurt ze het aan mij door. Nee, laat ik het ook aan oma Dora zien. Dan stuur ik het naar Tante Jeetje. Hou ik de vuist nog. Okay. Ja, alsjeblieft. Zo gaat de vrijdagavond. Dan moet ze nou weggaan. Nee, blijf hier. We komen over het paard, ja. Mama. Ja, en Maxi. Nee, ik ga het weggooien. Alle majo's maken hier dus. Ik heb een nieuwe majo gekocht. Ga maar op het bureau kijken. Hoeft ook niet. Jij wou toch deze spullen allemaal hier komen? Ja, wegkapen. Zeg maar dag Tante Jeetje. Dag Tante Jeetje. Ik ga je missen. Ik ga jullie ook missen. Ja, ik maak altijd alles op slot. Je moet het... Nee. Ja, draaien. En dan tegen de deur aanduwen. Draaien, oh. Verder draaien. Ja. Oké. Okay. Leuk. Tot de volgende keer. Heb je je mondkap? Ja, ik heb het gelijk opgenomen. Oh. Ja, doei!